zo een echt ouderwets zondagnamiddag feestje, maar dan anno 2013. Dat schreeuwde om jonge mensen, heel veel zon, een beetje drank natuurlijk, maar vooral stevige muziek. We staan hier aan het kasteel van Beervelde, een prachtige locatie, zoals altijd voor Thé Dansant. En we gaan eens kijken hoe dat die 2000 mensen het hier hebben. Thé Dansant is echt, laten we zeggen, een vergadering van mensen die op zondag komen feesten. Dus zoals vroeger in een oude tijd, van 12 uur middags tot 10 uur 's avonds. Lekker nog eens in de zon komen feesten, zoals vroeger, zoals in een oude tijd. Het heeft ook echt een retro-touch, dus we hebben altijd een soort thema. En vandaag is het thema Balmasqué. We proberen altijd de mensen iets nieuws te geven, een locatie te geven waar, hoe hebben ze het er van elkaar gekregen. Dus de wow-factor moet er zijn. Ik vind het altijd fijn als dit 19e eeuwse domein voor iets kan dienen en niemand kan helpen. Het brengt altijd natuurlijk wat kopzorgen mee, maar ik moet zeggen, ook compagnie. En dat is wel aangenaam. Dus een graaf die graag feestjes organiseert, is dat niet enorm graaf? Het is altijd maar een beperkte groep aan andere mensen of... Het is super. Iedereen komt voor de feest. That's all. Maar ik had wel verwacht dat er meer mensen gingen verkleed zijn. Ik ook. Je moet je houden aan het thema. Het wordt wel een beetje meer, maar ja, zwart. En niet te warm? Ik ben verkleed. Ja, ik zweet, amai. Zobiet vliegt dat af. Oké, en is dat het enige dat afvliegt? We zullen zien. En zobiet nog naar huis rijden? Nee, ik moet niet rijden. Ik ben niet Bob. Je kunt niet altijd Bob zijn, hè. Dat is waar, je kunt niet altijd Bob zijn. Voilà, ik vind dat leuk. En wat ga je vandaag nog doen? Feest. Feesten? Ja. Tot 10 uur en dan naar huis? Ja, tot het gedaan is en dan naar huis. Oké. Okay. Dus ja, het is zondag voor iets, hè? Zondag, rustig. Zondag, ja, nee, geen rustig, geen rustig. Thé Dansant is altijd een totaalpakket. Leuke mensen, leuke muziek en altijd op locatie. Voilà. En u heeft de mooiste dame van gans het veld bij u? Ik heb die net leren kennen. En het was dat... liefde op het eerste zicht. Is dat zo? Ja. Moet je zoenen voor de camera? Gaan we zoenen? Fantastisch. Sorry.